Luc. Ja, het is een beetje de vraag of Johnny straks de staatssecretaris van Financiën nog moet bellen. Frans Wekers, hij zit een tikje in de problemen. Er is op dit moment een debat bezig. Het gaat over toeslagen. Er zijn een aantal toeslagen aan mensen niet betaald. Vorige week zei Wekers nog dat het eigenlijk de eigen schuld was van de slachtoffers. Nou, dat is toch een beetje gek. Vandaag bood hij ook zijn excuses aan in dat debat. En het bleek ook dat Wekers niet helemaal op de hoogte was van de problemen bij die uitbetalingen. En dat vindt de oppositie dan weer raar. Die overwegen een motie van wantrouwen in te dienen. Dat zal de tweede zijn die Wekers aan zijn broek krijgt. En of die motie van wantrouwen er nu komt, dat is nog een beetje onbekend. Zij zijn nog aan zich aan het beraden. Wekers zelf vindt dat hij gewoon kan aanblijven als staatssecretaris. Hij heeft het echt ontzettend moeilijk in dat debat. Is op dit moment geschorst. Als er nieuws is, dan hoor je dat hier uiteraard in RTL Late Night van Frits Wester, bijvoorbeeld. Dan de rubriek die we gisteren eigenlijk ook hadden. What the fuck is er nu weer met Justin Bieber? Nou, goed nieuws voor alle haters, want de poppuber wil een pauze in gaan lassen aan zijn mentor. Die heeft hij, Usher is dat, heeft hij gezegd dat hij een pauze wil nemen van muziek maken en van toeren. Hij wil namelijk de controle terug over zijn leven. En hij heeft daar ook al een plan voor bedacht. Hij wil namelijk een luxe tattoo shop gaan beginnen met zijn vader. Papa Bieber is dat. Die zit daar links. Jongeman, heeft het nog wel. Hij is ook nog jong natuurlijk, hè, die Justin Bieber. En nog meer goed nieuws voor de disbelievers. Want die petitie waar ik het gisteren over had, hè, die is ingediend bij de Amerikaanse regering. Als er meer dan 100.000 handtekeningen kwamen, zou Justin Bieber misschien wel gedeporteerd worden uit het land. Tenminste, dat is de vraag. Nou, die 100.000 handtekeningen, die zijn er. En dat betekent dus dat het Witte Huis nu officieel een reactie moet geven op die petitie. Dus wie weet, de petitie tegen Justin Bieber. Mr. Speaker, the President of the United States. En dan komt hij, Obama. Hij gaat hier natuurlijk geen reactie geven op die petitie tegen Justin Bieber. Maar dit is de State of the Union. Gisteren heeft hij die uitgesproken. Hij maakte daar de plannen voor het komende jaar bekend. Hè. En zoals het gaat, wordt de president verwelkomd met een ellenlang applaus. Dat gaat echt minutenlang zo door. Echt heel lang. Misschien wel 5, 6, 7, misschien wel 10 minuten lang alleen maar applaus. Echt. Nou, uiteindelijk was het applaus verstomd. Hij had iedereen de blaren op zijn handen. Plichtplegingen waren klaar en toen gebeurde dit. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. En daar gingen ze weer minutenlang. In Amerika houden ze heel erg van applaudisseren. Er is trouwens ook nog een klein relletje daar. Congreslid Michael Grimm, dit is die man. Die was niet gediend van enkele kritische vragen die hem werden gesteld door een journalist. En nou, dat liet hij merken ook. It's off topic, this is only about the president. Well, what about... Thank you. All right, so Congressman Michael Grimm does not want to talk about some of the allegations concerning his campaign finances. We wanted to get him on camera on that, but he, as you saw, refused to talk about that. Back to you. Quiet. Let me be clear. Chic, hè? Heel chic, heel chic. Slim. Slim ook dit. Ja, inderdaad. Best wel, ja. Ik moet denk aan House of Cards, ik dit zie, die serie. Ja, het is net zo intimiderend, ja. Inderdaad. Ja. Dan naar Oekraïne, waar de protesten tegen de president Janukovic onverminderd doorgaan. Janukovic, los de lapken. Краще нехай так і зробиш, бо ми звідси не підемо, доки не отримаємо перемоги. Скажу, то рішати не тільки обіцяння, а рішити, що нічого не рішили. Людей только дурят, они уже стали от этого. Ja, dat is een heftige situatie. Hè? Zo heftig dat Victoria Koblenko, zelf afkomstig uit Oekraïne, het niet langer aan kon zien. Op haar Twitter laat ze het volgende weten. Voorlopig geen sexy selfies, maar live verslaggeving van de langste en dapperste opstand in Europa sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. A girl's gotta do what a girl's gotta do. Op naar Kiev. En dus heeft ze deze nacht een ticket geboekt. Ze pakt het vliegtuig en is vertrokken naar Kiev om de demonstranten daar te steunen. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat trek je dan eigenlijk aan? Hè? Want als je een fashion goeroe, kun je natuurlijk niet de revolutie steunen in een oude kloffie. Nou, dit zijn een aantal opties. Hè. Dit is een hele mooie paarse bonte mantel met een leren gilet, hè, want de vrieskou verslaat zeker niet de fashion. Of Victoria gaat misschien wel in dit setje undercover en stijlvol. Prachtig. Eén outfit is sowieso al afgevallen en dat is deze, omdat je de bewapende legereenheden nou ook weer niet op al te goede ideeën hoeft te brengen. Het is trouwens niet altijd even makkelijk om in het leger te zitten. Neem bijvoorbeeld deze unit. Ha ha ha!
Gelukkig. Ja.